Een mysterieus stuk gereedschap bezorgde medewerkers van verkoophal Manske Mulder in Westerlee al weken hoofdbrekens. Niemand weet waar het gereedschap ooit voor gebruikt is. Ook de klanten staan voor een raadsel. Er was een man bij, die van Veen Weghof, die zei van het is een spruitje trekker. Om de spruitjes te houden, dan aantrekken. Komt meer over. Zal mensen kennen, komt meer over. Want ik zeg, nou, die spruitje op zachtmond zit en doe trekt hem omhoog. Je krijgt dan een trek voor jullie planten droes. En dan was dat man die zei, het zit een peutjeschepper. Maar als dat een peutjeschepper is, waarom zit die ronde gat erin? Kijk, er zit een ronde gat in. Er kan iets mee opgepakt worden, denk ik. En dan kan het hier invallen, omdat het naar beneden loopt. Zo. Het gaatje wordt zeg maar kleiner. Bij de verkoophal in Westerlee is werkelijk alles te koop. Van soep tot gasmasker. En van kruisboog tot droge worst. Eigenaar Jan Mulder kent al zijn handel. Maar nu staat hij dus echt voor een raadsel. Raad die blauwe. Die loopt jong en oud loopt bier en ja, die man die zegt van nou dat is dat en dat. Maar bij dit is dus nooit. Zelfs een man van 60 jaar, die nooit noot, die stond er ook bij. Hij zei, wat is het? Ja, je zat niet weet wat het is. Zei, bij deze word ik er niet nooit. En zo houdt dit stuk gereedschap nu dus al weken de medewerkers van de verkoophallen in Westerlee bezig. Tenzij u natuurlijk een idee hebt. Dus bij deze, wie weet het? Uw antwoord is welkom bij RTV Noord.